Deze beschouwing, die moet ik heel voorzichtig doen. Want dit wordt spitsroede lopen. Ik heb al een community ban op YouTube gekregen. Toen ik iets deed met ja, dit onderwerp. De titel die weet ik ook nog niet helemaal precies. Jullie wel, want hij staat natuurlijk boven. Dat blijft de allerleukste grap. Maar er is een haat naar het blanke ras. En in de Bijbel staat dat rassen er niet toe doen. Jurk Liesman zei, ja, dat is mijn Leuvense vriend, die heeft gezegd van, er is niet een veelheid aan rassen. Wij mensen zijn één ras. En de een is wat donkerder dan de ander en de ander heeft een wat grotere oren. En dat is het. Daar heeft Jurk wel een punt. Want als je nou kijkt naar het begrip ras en je past dat toe op honden. Nou, dan heb je, heb je bijvoorbeeld pitbull terriers en je hebt tackles. Van die dashonden. Ja, die kan je niet kruisen. Ja, die kan je wel doen, maar ja, dat gaat niemand doen. En bij mensen heb je dat ding niet. Naar mijn idee. Bij mensen heb je niet dat je zegt, hè, zoals bij honden dan wel, van ja, je moet geen pitbull gaan kruisen met een tackle. Want daar kan niks uitkomen. Hè. Een pitbull, nou, die moet je kruisen met een Bordeaux dog. Dat kan wel. Ja, zo is het bij mensen dus niet. Het gaat dan even om het begrip rassen. Wij spreken van verschillende rassen bij mensen, maar dat is iets anders dan rassen bij honden. En volgens mij is dat niet mijn mening, maar is dat echt zo? Toch? Of wat vind jij? Want een tackle ga je niet kruisen met een pitbull terrier of een Bordeaux dog. Of een Deense dog. Dat ga je toch niet doen? Slaat toch helemaal nergens op? Dat zijn daadwerkelijk twee hele verschillende honden. Een Deense dog of een tackle. En je hebt ook zo'n inimini hondje, een of andere, of toch een soort terrier hondje. Een heel klein hondje. Dat je denkt, jeetje, wat een klein hondje. Nou, die ga je ook niet kruisen met een Deense dog of een Rottweiler. Dat doe je toch niet? En trouwens, ja, goed, laten we maar over ophouden. Maar dat soort dingen doe je niet. Hè? Maar bij mensen is dat heel anders. Want waarom zou een negroïde vrouw niet zwanger willen worden van een of andere lange, blauwoogige, Russische handballer of zo? Of een goede schaker. Dat zou toch kunnen?
En voor de rest kan je wel duidelijk zien dat mensen die bijvoorbeeld uit Turkije komen en mensen die uit Marokko komen, die hebben allebei een wat donkerder huid dan wij uit Nederland. En hun postuur is anders. Die Marokkaanse mensen die zijn wat slanker, heb ik het idee. Hè? En dat die schedel ook wat langer is. Terwijl bij de Turkse mens die zijn wat potiger. En die schedel is niet zo hoog en wat breder. Dat is mijn indruk, hoor. Ik kom erbij omdat mijn vader, is overleden inmiddels, maar mijn wijle vader, die was een keer bij mij op mijn verjaardag en ik had de familie van de schoonmaker. We hadden een Turkse schoonmaker, een hele lieve vrouw. En die had twee zussen en die kwamen als zij niet kon. Dus die kende ik ook allebei. En trouwens, die ene zus was de moeder van een Turks kindje wat bij ons kind in de klas zat. Kortom, als ik jarig was, dan werd die hele schoonmaakfamilie, die werd ook uitgenodigd. Heel leuk, waren Mohammedaanse mensen. Maar dan, katholiek Mohammedaans. we zijn wel Mohammedaans, maar we doen er verder niet zo heel actieve dingen aan mee, hoor. Dus die dronken wel een glaasje alcohol, dat wel. Ja, gewoon een glaasje, echt heel matig met drank. Maar een glaasje, ach. Niet dat ze zelf drank in huis hadden, hoor. Zover ging dat niet. Anyway, mijn vader die kwam op mijn verjaardag. En die gaf die mensen netjes een hand. En even later zei hij zo, met een zachte stem, hoor, zei hij tegen mij. Je kan het toch zien, hoor, aan die schedels. Dat het Turken zijn. Zo kom ik erop. Ik had er eigenlijk nooit zo op gelet. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. En de Turkse cultuur is beduidend anders dan de Nederlandse cultuur. Dat verschil vind ik groot. Ik vind de cultuur van Turkije boers. Ik was in zo'n Turks badhuis, zo'n hammam. En dan kwam je daar binnen. En bij de receptie in die ruimte, er zat dus niemand bij de balie. Nou goed, dat kan, die moest even geroepen worden. En dan in die ruimte, daar hing een lampje aan het plafond. Maar dat was een spaarlamp, dat dan wel. Maar die hing gewoon aan een ritting. Met van dat stugge elektradraad. Dat verdween dan ergens in een gat in het plafond. Je kent het wel, van het dikke draad. En dat komt dan uit het plafond. En daar was een fitting aan gemommeld. En daar was een spaarlamp in gedraaid. En dan zijn we klaar. En waar is het begrip lampenkap? Of hoe heet zo'n ding? Zo'n andere. Er was een Turkse uitbater van een kroeg. Later bleek dat een witwasoperatie te zijn voor cocaïnehandel. Toen snapte ik ook in één keer hoe het kon dat die vent zo blij was met hoe het allemaal draaide. Want doordat het bijna geen publiek kwam, had hij het niet zo druk. En het geld werd verdiend met de witwas.
De opbrengsten van de cocaïnehandel werden daar in de kassa gestopt. Ja, ze had een hele mooie baan. En hij had een goed humeur. Hij gaf Turkse les aan Turkse kinderen op de Han. Hij speelde zo'n Turkse gitaarviool-plukapparaat. Is het is van een vas of zo? Van, wat is zo'n ding nou? Daar kon hij dan ook zo heel mooi klagelijk bij zingen. En hij dronk zelf geen alcohol en hij rookte ook niet, ook geen wiet. Maar bij hem in de tent mocht je gewoon roken en ook wiet roken. En je mocht alles doen wat God verboden had. Ook toen het rookverbod er was, trok hij zich er helemaal niks van aan. En ik snapte dat al helemaal niet. Ja. Het was dus een distributiepunt voor cocaïne. Hij zei ik nog een keer tegen mij. Ja, zei hij, ik doe helemaal geen alcohol en ik rook helemaal niet. Ik doe alleen af en toe een beetje cocaïne. Dat is alles. En ik zo, nou, dat is goed, joh. Ja, maakt mij niet uit. Maar er was daar regelmatig dat er allemaal van die trucken, van die droevige snorren, kwamen ze daar een kaartje leggen. En dan deed hij de TL-balken aan. Dus aan de avond wilde ik daar naar binnen. Gewoon voor mijn jenever en een beetje blowen daar. En ik zie al de TL-balken branden. En ik zei tegen Ali van, oh, ben je aan het schoonmaken hier? Dan ga ik weg, hoor. Hij zei van, nee, ik ben niet aan het schoonmaken. Ze zijn aan het klaverjassen. Ik zei, ja man, je hebt het werklicht aan. En hij zei, werklicht? Wat is dat? Ik zei, ja, werklicht is wat je nu hebt. Dat is licht om bij te werken. Ja, dat is normaal. In een café heb je dat. Je hebt dus de lampen, als er schoongemaakt moet worden. Ja, en dan gaan de TL-balken aan, of wat je ook maar hebt, van die lekkere heldere lampen, dat je alles goed kan zien. En dan kan je lekker soppen en boenen en stofzuigen, alles spik en span is. En als dan de mensen gaan komen, dan gaat het werklicht uit en dan doen we de gewone lampjes aan. En Ali zo tegen mij, maar voor gewone lampjes te kopen, man, wat kost dat wel niet? Ik zei, nou, dat kost jammer geen drol. Dus noods ga ik voor jou naar de tweedehandswinkel toe. En dan heeft hier in Arnhem zo'n winkel, het is Switch. En dan ga je daar naartoe en dan haal je een aantal van die lampenkappies. Ik zei, en dan moet je ergens een neef hebben, want iedereen is daar een neef of een nicht van elkaar. Ik zei, dan moet je even een neef hebben en die hangt al die dingen op. Meer heb je toch niet nodig? En toen ging bij hem een lampje branden. En inderdaad, een week later had hij een neef of een nicht of een oom. Of een achteroom of een achterneef. En die had overal van die lampenkapjes boven de tafels gehangen. Overal zat dan misschien een spaarlamp in. Dat maakt ook geen donder uit. Hè? Maar rustig licht. Ja, de radio. Nog complimentje gegeven. Ja. Dat ziet er gezellig uit, man. Hartstikke leuk. Ja, dat vind ik dan dat boerse. Hè? Dat had je, of heb je ook in Nederland, op het platteland van Groningen. Dan maakte die mensen ook helemaal geen donder uit om te klaverjassen onder TL-balken. Ze zijn al lang blij dat het niet waait binnen. En voor de rest, ja. Maar dat is dus cultuur, hè. En daar, ja, dat cultuur, dat is iets anders dan ras, hoor. En de cultuurverschillen, ja, die zijn behoorlijk. Tussen Nederland en Turkije. En ook tussen Nederland en Marokko. Heel behoorlijk. Ik weet nog dat de Marokkanen tegen mij zeiden van, ja, er was de koning, Mohammed VI, die was jarig. En toen verscheen zijn gezicht in de lucht. Echt waar, hoor. Nou, dat zullen wij nooit zeggen. Wij zullen nooit zeggen van Willem-Alexander
was jarig en toen verscheen het gezicht van Willem-Alexander in de lucht. Dat zullen wij niet zeggen. Als wij dat zouden zien in Amsterdam of Den Haag of waar dan ook, dan zouden we daar gelijk een foto van gemaakt hebben en op Facebook iedereen van, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Wat voor een projectietechniek is dit nou weer? Hè? Maar de Marokkaan die wordt dus kennelijk makkelijk voor de gek gehouden. Of ziet ze vliegen. Maar dat is sculptuur. En dat vind ik dus ook met Surinamers. Het zijn cultuurverschillen. Meer niet. En dan kan je erover gaan debatteren wat je nou een leuk cultuurverschil vindt en wat je een minder leuk cultuurverschil vindt. Ja, zo denk ik erover. Ja, het is verschillend en ja. Ik zal je een voorbeeld noemen van een vriend van mij en die is van half Molukse afkomst. Zijn moeder is Hollands en zijn vader is Molukker. Ja, zo zit het. Want hij heeft een Molukse achternaam. En die heeft, die enorme familiebanden heb je dan, hè? En er stond er een keer in de krant dat een aantal Molukkers, namelijk 3, die waren gearresteerd voor de moord op een Turk. En wat ze gedaan hadden, was dat ze een verkrachting hadden gewroken. En ik had dat gelezen in de krant. En ik vond dat eigenlijk wel goed. Ik wil niet oproepen tot dat soort dingen. Maar ik vond dat nou een voorbeeld van een cultuur die dan hier in Nederland gekomen is, hè? De Molukkers. Konden er niks aan doen. Je kan moeilijk zeggen dat die mensen uit vrije wil hier naartoe gekomen zijn. Ja, we hadden ze. Nou goed, dat is een heel verhaal, daar ga ik nou niet over hebben. Maar ga er maar vanuit dat die Molukkers. Dat de Molukkers in Nederland zitten, is en niet de schuld van de Molukkers. Dat is de schuld van de Nederlanders. En dan niet van ons natuurlijk, maar van de Nederlandse overheid die dingen heeft gedaan en dat hoor je niet zo te doen. Ja, wij zijn ook besodemieterd door diezelfde lui. Maar er is dus een Molukse meisje verkracht in die dagen door een Turk. En dat is dan binnen de families is dat uitgezocht. En het is uitgezocht welke Turk dat gedaan had. En toen hebben ze uitgezocht wat die Turk zoal deed overdag. En toen hebben ze die Turk opgewacht. Toen het donker was. En toen hebben ze misschien nog even een kort gesprekje met hem gevoerd om te controleren of ze wel de goede Turk hadden. En toen hebben ze hem doodgestoken. En dat, ja, dat heeft mijn respect. Moet ik je zeggen. Ik vind het beter dan al dat gedoe met pappen en nat houden. Maar niet dat ik het echt vind hoor. Ik ben natuurlijk christelijk van achtergrond en ja, geweld wijs ik af, maar ja, ik stond er niet helemaal negatief tegenover. Ik kon me er iets bij voorstellen dat die Molukse mensen het niet acceptabel vonden dat dit akkefietje afgehandeld zou worden door het Nederlands rechtssysteem, waarbij de Turk in kwestie dan een werkstaf krijgt en verplicht op creatieve therapie moet. Om van zijn agressieprobleem afgeholpen te worden.
En ik zei dus tegen mijn moeilijkste vriend van... goh, dat is wel balen dat die familieleden, clanleden... Want hij kende ze, hij wist wel wie het waren. Zei, die zitten nou in de bak, dat is toch ook niet mooi? Mwah, zei die. Hoort erbij. Dat is binnen de familie besloten, hè? En er zijn een aantal jongens geweest die hebben gezegd... Oké, ik doe het wel. En die wisten wat de gevolgen zouden zijn en dat ze de gevangenis in zouden gaan. En ze hebben ook helemaal niet geprobeerd om de gevangenisstraf te ontlopen. Ze hebben het gedaan. En ze zijn naar huis gegaan en gewacht tot de politie kwam. Ja, zei die vriend van mij. En die jongens... die krijgen goed te eten. Van de familie dan, hè? Dus de familie is op de hoogte dat die jongens de straf uit moeten zitten. En ja, als die jongens straks uit de gevangenis komen... moeten ze natuurlijk naar reclassering en zo. Maar ze hebben waarschijnlijk, hè, dus binnen de familie... worden ze gelijk opgevangen. En nee, gaat het gewone leven gelijk weer door. Ja, even vakantie, even uitrusten, even poepoe zeggen en zo. En dan gaan ze weer aan het werk. Met een strafblad. Nou, ja. Oh, zei die Turkse vriend van mij. Ja, zei die Molukse vriend van mij. Ja. Hoort erbij. Het zijn culturen. En rassen, en dat ben ik dus eens met wat Jurk zo straks zei... want je moet helemaal niet denken in rassen zoals bij honden. Dat zit heel anders bij mensen. Alle mensen zijn in die zin gelijk. Je hebt cultuurverschillen en het allerbelangrijkste... dat vindt Jurk zo en dat vind ik ook. Dat is, je bent een bijbelgelovende christen... of niet... En dat is het grote onderscheid. En of iemand nou een donkere huid heeft, maakt geen donder uit. Als jij Genesis 1 vers 1 leest, in het begin schiep God den hemel en de aarde. Wat denk jij dan? Denk je dan van, ja, dan kan iedereen wel zeggen, oh, wie heeft het er geschreven? Oh, Mozes, nou zeg, en waar woonde Mozes? Heeft hij ook een Facebook-account dan? Dan ben je zo eentje of knik je instemmend met respect. En dat is het grote verschil. En of je dan bloemkaloren hebt of spleetogen, dat maakt helemaal niet uit. En het jammer is nu dat juist tegen ons, onze soort, hè, van de blanke mensen, dat daar zo'n haatcampagne tegen loopt. En dat gebeurt aan de ene kant... hoe het gebeurt. Laat ik het voorbeelden opnoemen. Op Netflix. Daarin is de held voor 90% tot 100% is de held een man of een vrouw van een ander ras dan het blanke ras. Het blanke ras is nooit, vrijwel nooit, de held. Er is zo'n serie op Netflix en die heet Sons of Anarchy. En daarin,
Nou, daar kan je nog zeggen van ja, dat zijn allemaal blanken die dat spelen. Maar daar kan ik tegen inbrengen dat bij Sons of Anarchy, dat het gaat om allemaal uitermate, ja, ze hebben allemaal wel wat. Ja, qua niet deugen, zeg maar. Let er maar eens op. Als je de volgende keer naar Netflix gaat kijken, dat doe je waarschijnlijk toch wel. Of als je zonder meer naar een film kijkt die uit Hollywood komt. Je hebt zo'n ja, die serie van James Bond, dat is dan wel altijd een blanke. En dat is dan een van de uitzonderingen. Maar het aantal mensen met een tintje, hè, van een ander mensenras, als ik het zo maar even mag noemen, die, ja, die spelen, ja, die spelen de rollen van de betere mensen. Tja. Dat is één ding. En het tweede is, en dat heb je vooral in Amerika, dat daar nogal wat bewegingen zijn die het, er zijn bewegingen van negroïde mensen, zwarten worden ze daar genoemd. Dat is hier een scheldwoord. Dat is ook weer zoiets, je moet heel erg oppassen met hoe je ze noemt. En daar moet je dus zeggen dat het blacks zijn. En het woord, ja, dat had ik nou laatst iemand, die was uit Amerika. Die was eventjes, nou even, ik woonde al 10 jaar in Nederland, maar die kon hele gaar niet goed Nederlands. En ik had het over, ik was met iemand aan het kletsen op het terras of zo, en ik had het over negers. En hij zo, ui. Wilde ze racism en zo. Ik zei, hoezo? Ja, je zei net nigger. Ik zei, nee, dat zei ik niet. Ik zei neger. En op zijn Amerikaans, ik schakelde over naar Engels. Ik zei, American is het negroid. Toen bedaarde hij een beetje van, oh ja, ja, negroid mag wel. Die mensen hebben lange tenen. Valt mij op. En in Amerika, die negeroïde mensen daar, die hebben zelfs een spelletje verzonnen en het heet het knock-out spel. Waarbij negeroïde mensen lopen ze over straat en dan zien ze een blank iemand lopen. En dan helemaal zonder iets te zeggen, geven ze zo iemand een kaakslag of een slag tegen de schedel aan. Met de bedoeling om zo iemand in één klap buiten Westen te slaan. Knock-out. En dan wordt dat ook nog gefilmd. En zo'n filmpje, dat zetten ze dan op internet. En er was een meisje, stond op Prison Planet, en die had een heel verhaal gehouden dat zij door 2 blanke jongens was bedreigd. En die blanke jongens die hadden haar dreadlocks afgeknipt en eruit gescholden voor allemaal hele lelijke termen. En die waren allemaal racistisch. Ja, dat is breed uit in de media gekomen. Echt breed uit. En later bleek dat het hele verhaal door dat meisje uit haar duim gezogen was. En dat werd zo terloops even gezegd. Dus het eerste artikel was, negroïde meisje zwaar mishandeld door blanke medestudenten. En de rectificatie die luidde,
Studenten trekt aanklacht tegen medestudenten in. Dus de hele racistische aspect was uit de rectificatie weggehaald. En ging het gewoon weer, ging het gewoon om een student die iets introk naar twee medestudenten. Terwijl het verhaal zelf was, hè, een donkere student is mishandeld door een blanke medestudenten. En dan was er ook nog één, en dat waren twee mensen van Indiase afkomst, dat is India. En dat speelde zich ook af in Amerika. En die twee jonge mannen, die hadden een meisje of meisjes gewoon zwaar beledigd en nog andere dingen gedaan. Echt heel smerig. En ook termen gebruikt van neger bliep, weet je wel. Neger dit en neger dat. En die twee werden dan... die twee hadden zich schuldig gemaakt aan... het werd genoemd van twee blanke jongens hebben dat gedaan. Dat, zo werd het gezegd, zo werd het in de krant gezegd. Maar ze waren helemaal niet blank, ze waren uit India. En de verantwoording die een negroïde journalist daarbij gaf, was... journalist of columnschrijver of zo. Het was zelfs een professor, dacht ik. En de verantwoording daarbij was dat het correct was om in dit geval toch de term te gebruiken van blanke dader. Omdat de actie die die jongens deden, dat was een blanke actie. Dus als je seksistische, vervelende dingen doet... Dan is dat een blanke daad en ben jij dus een blanke. Want je doet blank. Ja, dan doe je blank. Dat is blank, per definitie. Leuk, hè? Dat wij, ik ben blank namelijk, hè? Dat als iemand dus racistisch doet, dat dat dan benoemd wordt als zijnde blank gedrag. Dit is natuurlijk onbijbels wat hier op tafel wordt gelegd tegen de mensen van het blanke mensensoort, zullen we dat maar noemen. Dat is ook geen goede term, type misschien zeggen. Wij krijgen nogal wat in de schoenen geschoven. Ook dit verhaal over slavernij. Dat is dan onze schuld. Dat slaat helemaal nergens op. Slavernij is van alle tijden. En ook wij, als mensenras, als mensensoort, de blanke, de Caucasiër, heet die ook wel. En wij zijn ook slachtoffer geweest. Wat dacht jij wel niet, joh? We hebben een regio, dat heet ook Slavië. Je had ook Slavië, of dat heet het Slavische gebied. Daar werden slaven gehaald. Eens in zoveel tijd hadden ze werknemers nodig die niet zouden zeuren. En niet betaald hoefden te worden. En die gingen ze even halen, al daar. Met grof geweld. Mannetjes en vrouwtjes. De slaven, zo heet dat volk. Er zijn ook mensen als slaaf op de boot gezet naar Amerika. En er is ook nog zoiets dat
mensen die een schuld hadden opgebouwd die ze niet konden afbetalen, die werden volgens de wet veroordeeld tot slavernij. Dus het was ook nog een straf. Maar slavernij zoals wij dat toegepast hebben in Amerika, of waar we aan meegewerkt hebben, dat was een die slavendrijverij, dat was een gezamenlijke operatie van, even de hele serie opdreunen, negroïde mensen als eerste. Want wat die deden, was dat de ene stam die trok ten oorlog bij de andere stam. En als ze dan wonnen, dan werden al die mannen, die werden gevangen genomen en die werden verkocht aan de, dat was de tweede groep, dat waren de Arabieren. En die Arabieren, die namen dan die oorlogsbuit, dus levende mensen, die oorlogsbuit namen ze mee en die verkochten ze door aan de Hollanders en de Engelsen. En wij zetten ze dan op de boot en wij verkochten ze dan weer door aan de voormalige kolonisten. De Amerikanen van die dagen, die een plantage hadden. Dat was de hele handel. Dus daar werkten drie rassen, als je het zo wil noemen, of drie soorten mensen aan mee. Wij waren maar twee van de vier. Waarbij het ook nog zo was dat er ook mensen van het negroïde deel der natie eigenaar waren van een plantage en ook eigenaar waren van slaven. Dat waren er niet veel hoor, maar dat is ook, heeft ook plaatsgevonden. Dat is ook geweest. Dat je het even weet. En het blanke ras heeft, blanke soort, om het probleem te voorkomen, maar dat heeft als eerste en als enige wetgeving opgesteld om dat hele gebeuren van slavernij officieel te verbieden. Dat weet ik niet van een andere regio waar het ook heeft plaatsgevonden. Dat is in Amerika verboden. Nou, het is hier in Nederland was het al verboden, al heel lang. Maar in Amerika is het verboden in de tijd van Abraham Lincoln. Is het verboden. We mogen niet meer. En dat was trouwens niet zo'n groot probleem hoor, dat verbieden van die slavernij. Want ja, het enige wat daaraan veranderde was dat de arbeidsrelatie werd anders ingekleed. Want kijk, een mens moet toch een baan hebben. En een mens met een plantage, die heeft toch arbeiders nodig. Dan kan je de slavernij wel afschaffen, maar aan dat basisprincipe kan je niks veranderen. Dus de mensen die op die plantages werkten, die bleven gewoon op die plantages werken. Alleen ze kregen nu een loon. Maar ja, het is net als dat je niet langer een huis huurt, maar dat je een huis koopt. Aan de ene kant is het leuk en aan de andere kant, ja, wanneer er een dakgoot gaat lekken, is het wel jouw dakgoot die lekt en kan je niet meer in de woningbouwvereniging bellen. Dus ik denk dat er ook wel slaven geweest zijn die baalden van de nieuwe situatie. En dachten van, goh, was het nog maar zo zoals het vroeger was. En dan was ik het eigendom van mijn baas, mijn master. Maar die was dan ook verantwoordelijk voor mij en die zorgde voor mij. En nou heb ik dat allemaal niet meer en nu moet ik het zelf maar zien te rooien. Ik doe niet veel, maar die gevoelens zijn er wel geweest. Er is een verhaal opgetekend van een slaaf, een voormalige slaaf, die hem gevraagd werd naar
hoe het zou zijn als hij in de hemel zou komen. Hè? En toen zei hij van nou, als ik in de hemel kom, dan is het eerste wat ik ga doen, is dat ik op zoek ga naar mijn meester hier op aarde. Want ik weet zeker dat hij in de hemel is. Ik ga hem opzoeken en ik meld mij aan als slaaf bij hem. Want ik ben nooit zo gelukkig geweest als mens toen ik zijn slaaf was op deze aarde. Ik mis hem nog elke dag. Mijn meester. Dus aan het hele verhaal van slavernij, er zitten nogal wat kanten aan. Punt 1. Wij, de blanke mensen, wij zijn ook slaaf geweest. En punt 2. Slavendrijverij. Daar heeft iedere mens een soort zich schuldig aan gemaakt. En punt 3. De slavernij is officieel door ons afgeschaft. In Amerika dan. In de tijd van Abraham Lincoln. Dus. En dan heb je nu in Amerika nog hele groeperingen die nog, ja, die zelfs zo ver gaan dat ze financiële vergoedingen willen. Dat ze vinden dat de blanke mensen die nu in leven zijn, dat die in de buidel moeten tasten en dat die geld moeten overmaken naar bankrekeningen van negroïde mensen. Om het goed te maken. Een vereffening, een reparatie, een herstelbetaling. Voor het aangedane leed. Een schadevergoeding. Een letselschadevergoeding. En dat klopt nu. Dat klopt niet. En daar worden blanke mensen iets in de schoenen geschoven, wat helemaal niet hun schuld is. Ja, zelfs al was het blanke ras als enige verantwoordelijk voor de slavernij, wat helemaal niet het geval is. En zelfs al was het blanke ras zelf helemaal nooit ergens als slaaf te werk gezet, wat helemaal niet het geval is. Want wij zijn bijvoorbeeld als slaaf ter werk gezet voor de Moren in Marokko. Wij hebben kastelen gebouwd voor keizers van Marokko. Van niet het huidige Marokko, maar lang geleden. Blanke slaven van ons soort, die brachten geld op. Zeer zeker de vrouwen. En die vrouwen werden niet als slaaf verkocht om de afwas te doen. Ja. Maar stel nou hè, dat het allemaal, dat wij de enige dader waren en we zijn nooit een slachtoffer geweest. Zelfs dan is het zo dat het hele slavernijverhaal, dat is in de loop van de 19e eeuw, in de tijd van Abraham Lincoln, is dat doodgebloed. Sinds die tijd is het niet meer. Wij hebben in Suriname helemaal geen slavernijtoestanden gehad in de 20e eeuw. Hoe kom je erbij? En die enorme bak Surinamers die in de jaren 70 hier naar Nederland zijn gekomen, dat is niet omdat we ze hier naartoe gehaald hebben met boten en allemaal onder dwang en met de zweep eroverheen van jij moet daar de pijl mee meer. Nee joh, sukkel. Die mensen kwamen met vrije wil. En trouwens, als jij destijds in Suriname had gewoond en je had hier die kop gezien van die Daisy Boutersen, dan had je ook gedacht van nou weet je wat, ik ga wel naar de pijl mee meer. Het is geen plek, de Bijlmermeer, ja, daar wil je je schoonmoeder nog niet dood tegenkomen, maar geintje. Want ik ken het wel, hoor. Ik ken de Bijlmermeer uit die begindagen. De Gliphoeven.
Juk, want echt hele enge gebouwen. Wel mooie flats, moet ik zeggen. Mooie, ruime flats. Dat wel. Daar was niks mis mee. Een hele koude architectuur vond ik het. Anyway, daar was helemaal geen sprake van dwang. Helemaal niet. En dat de negroïde mensen van tegenwoordig, die dus geboren zijn in de jaren 60, de jaren 70 van de 20e eeuw, dat die gaan lopen zeggen dat ze schade hebben, dinges, en die moet vergoed worden door de blanke mensen die geboren zijn in de 60e, 70e jaren van de vorige eeuw. Ja, gaat weg. Nou, dat is puur blanke mensen pesten. Als ons een schuldgevoel aanpraten wat helemaal niet bij ons hoort. Dat schuldgevoel hoort niet bij ons. We hebben het helemaal niet gedaan. Dus. Ja. En dan om het nog erger te maken, dat zag ik dus op internet, dat er in Londen een hele grote poster hangt van billboard. Echt groot hoor, meters bij meters. En daarop staat de tekst in het Engels, zoiets als, vind je het ook zo druk worden in de stad? Nou, wat dacht je van sterilisatie? En dan de poppetjes daarbij, cartoon poppetjes. Dat waren allemaal poppetjes met een blanke huid. Er werd dus eventjes gezegd dat blanke mensen zich maar eens moesten gaan laten steriliseren. Ja, kan het nog grover? En dan heb je nu in Nederland dat Zwarte Pieten-debat. En dan wordt er ook gedaan dat wij daar iets doen wat helemaal niet kan. Hebben wij het weer gedaan? Maar het is ons volksfeestje en het is voor kinderen bedoeld. En die Zwarte Pieten, die, ja, bedoel, mijn dochter, toen zij klein was en wij nog naar de Sinterklaasoptocht gingen, die Sinterklaas interesseerde mijn dochter echt voor geen meter. Dat was een man op een paard. Dat geloofde ze wel. Nee, het ging haar om die Zwarte Pieten. En mijn dochter riep de hele tijd, Piet, Piet, en dan zo zwaaien. Want die Zwarte Pieten, die liepen in de rondte met een zak waarin pepernootjes zaten. Maar die moest je hebben. Die Sinterklaas, die kon mijn dochter de rug op. Een rare man met schimmel tussen zijn benen. Laat het weg. Zwarte Piet, die moest je hebben. Kijk, dat is ons feestje. En daar is helemaal niks mis mee. We hadden ook kunnen hebben dat Sinterklaas, er was een man die zag er net zo gek uit als ik. En Piet, dat was dan de grote oren Piet. Met hele grote oren. Ja, dat had ook gekund. En dan de vereniging van mensen met grote oren die daar bezwaar tegen gaan lopen maken, gaat er weg. En als er een neger is en die zegt, ja, maar hoe moeten wij er voor Sinterklaas spelen? Nou, op precies dezelfde manier als waarop wij voor Zwarte Piet spelen. Namelijk dat je eerst eventjes een pot van die smeersel op je gezicht doet. En in het geval van Sinterklaas moet daar dus wit overheen. Dan doe je dat toch? Dan kan iemand uit Somalië, die maken we eventjes wit in no time. En die krijgt een witte baard en een witte pruik en zo'n rode puntmuts op zijn hoofd en een staf. En dan mag die met schimmel tussen zijn benen door de stad heen. Je kan toch ook? Dat maakt ons er helemaal niet uit.
Het is een kinderfeestje. En als je daar dan last van hebt, ja, ga dan in een land immigreren waar ze dat feest niet hebben. Maar het is toch helemaal van de gekken dat je van buiten naar een land komt en dat je daar dan even gaat zeggen, nou, ik ben nu naar binnen en nou, dit vind ik wel goed en dat vind ik wel goed, maar dat en dat en dat, dat vind ik maar belachelijk en dat moet gaan veranderen, want ik ben er nu. Dat is toch onzin? Dat zijn toch onze gewoontes? Laat ons met rust. Zou ik zeggen. En ik vind dat ik daar gelijk in heb. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Ik weet niet wat jij ervan vindt. En ik vind bovenal, en dat is het allerbelangrijkste, dat het gaat niet om rassen. Het onderscheid voor de mens is of die bijbelgelovend is of niet. En dan heb je nog een soort tussenfase en dan ben je bijbelrespecterend. Maar ik vraag me af hoe... Nou, voor mij, als je me ook maar een milliseconde bijbelrespecterend bent, dan donder je gelijk al door en dan ben je bijbelgelovend. Als je Genesis 1 vers 1, als je die trekt, als je snapt dat daar op het Hebreeuws, daar staat dan in de beginnen schiep God hemel en aarde, daar staat in het Hebreeuws Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et Haaretz. Dat staat precies hetzelfde eigenlijk, hè? Maar dan op het Hebreeuws. Maar dan is in den beginnen, daarvoor is maar één woord, waar wij drie woorden voor gebruiken, in den beginnen. Je kan ook zeggen beginnende. Kan je ook zeggen beginnende, beginnend. Wij hebben niet helemaal dat woord, hebben wij niet. Maar in het Hebreeuws heb je Bereshit. Nou, Bereshit bestaat uit 6 letters. En in het Hebreeuws heeft iedere letter heeft een betekenis, is een begrip. En als je kijkt naar de begrippen, dan krijg je... Dan zijn het 5 begrippen. Er zijn 6 letters. En het zijn 5 begrippen. En het eerste begrip, dat is br. Dus de bet en de resh. En dat staat voor zoon. Je hebt ook het Hebreeuwse gebruik van de bar mitzwa. Dat betekent zoon van de wet. Dat is een feest. Een kind is dan 14, denk ik, of zo, of 12. En die moet dan laten zien dat hij de wet kent. Dan moet hij een stuk van de Torah moet hij voor kunnen lezen. Dat is een bar, dus een zoon. En dan krijg je brr en dan krijg je een alef. Dat betekent God. En dan krijg je een shin, dat betekent vernietiging. En dan krijg je een jod, dat betekent hand. En dan krijg je een tav. Zeg ik het zo goed? Bereshit, ja. Dan een tav. Een tav, dat staat voor een kruis. Een bevestiging van een overeenkomst. Dat is een kruis wat daarvoor gebruikt. Dus twee mannen die een overeenkomst hadden. En dan keken ze elkaar aan van, ben je het mee eens, ben je het mee eens. Wat wij dan doen met handen schudden. Hè? Dan op papier zetten die een en ene streep. En die andere deden nog een streep doorheen. Dan heb je een kruis. Dat is een tav.
de laatste letter van het alfabet. Van het alefbet, van de 22 letters van het Hebreeuws. Dus in het eerste woord staat als begrip, hè? Bereshit. En dat betekent zoon, God, vernietiging, hand, kruis. Een beetje gelijk al het einde van het boek, hè? Of het einde, maar krijg je dus het Nieuwe Testament waarin de zoon van God vernietigd wordt met zijn handen gespijkerd aan het kruisen. Joh. Kijk, dat is het onderscheid. Dus daarop moet je mensen indelen. Tussen de mensen die het snappen en de mensen die jij moet helpen om dit te gaan snappen. Want de Bijbel is de diepste kennis van de mens en zijn geschiedenis en daarmee van de toekomst die er is. En de rest is modieuze oppervlakkigheid. De rest gaat hem niet worden. Nooit niet. En die oorlog die er nu gevoerd wordt tegen de Caucasische mens, tegen ons soort, dat is met name omdat wij zo enorm hameren op die Bijbelse waarheden. Dat doen wij als geen ander. Jörg Liesman is een bijbelgelovende christen met ik weet niet hoeveel abonnees. En ga je kijken naar Amerika, nou heb je websites, jongen. Van die clubjes ook, van die YouTube-kanalen. Ongelooflijk. Heel veel mensen die daaraan deelnemen. En wij zijn dus niet racistisch. Niet de whites-only kanalen. Nee, ben jij maf. Maar het zijn wel de blanke mensen die de boel daar draaiende houden. En dat ligt onder vuur. En nog wel meer dingen die wij blanken doen. Die alleen maar goed zijn voor ons allemaal. Maar waar bepaalde mensen een hekel aan hebben. Want die zijn met de mensheid dingen van plan die helemaal niet goed zijn voor ons allemaal. Snap je? En daarom zijn ze bezig met die oorlog en haat tegen het soort mensen dat blank is. Snap je? Denk er maar eens goed over na. En ben je blank, dan zou ik zeggen noblesse oblige. En ben je niet blank, en met noblesse oblige bedoel ik, wij worden vervolgd vanwege onze taalbeheersing. En ben jij blank, nou denk dan om je taal. Dat je niet liegt, oké, dat is best. Maar denk ook na hoe je dingen zegt. Flap er niet zomaar wat uit. Klinkt als een heel stom advies. En ik meen dat heel serieus. Denk goed na voordat je spreekt. Maakt me niet uit waar je bent. Dan sta je af te rekenen bij de Albert Heijn. En ben je niet blank, dan zeg ik je precies hetzelfde doen. Denk goed na voor je spreekt. Flap er niet zomaar wat uit.
En ook voor allebei, voor alle mensen geldt. Probeer je Bijbel te begrijpen. En pak niet gelijk die moeilijke versen. Niet gelijk Daniel 9 pakken. Maar begin met eens eenvoudige stukjes. Hè? Niet gelijk Openbaring hoofdstuk 13. Pak Matthäus. Matthäus 6, Matthäus 7. Een lekker warm badje om naar binnen te komen. Kan je op mijn kanaal kan je het vinden. Daar doe ik onder het dingetje Bijbel. Ik zal een aparte playlist maken. Bijbel voor beginners of zo. Ja? Hartstikke bedankt voor het luisteren. En ja, ze kunnen wel een haat hebben naar de blanke mens. Maar ik ben er nog. En mij maak je de pis niet lauw. En op zijn Hamburgs. Een mooie blanke stad. Zag hier. Tjus. En dag lieverds.